Op 4 oktober 1944 liepen grote delen van Walcheren onder water. De dijken waren kapot gebombardeerd door de geallieerden en het water stroomde de dorpen binnen. Zoals in Grijpskerke. Het water kwam vanaf Vrouwenpolder, denk ik. Dus het kwam zo naar ons huis toe. Je zag het aankomen, zachtjes. De sloten liepen vol, we hadden aan beide kanten van de straat sloten nog in die tijd. En dus de straat over, de andere sloot in, dat kwam in de tuin en kwam binnen. En hoe lang we dan nog thuis gebleven zijn, niet zo lang denk ik, moesten we naar de christelijke school. En de lokalen, die waren allemaal al bezet. En wij kwamen op de zolder terecht. Als ik me herinner, liep er ook nog wel eens een rat over de zolder. Maar voor de kinderen was het ergens toch ook nog een zorgeloze tijd. Je kon in de dorpskring spelen. Alle spelletjes die je vroeger kon doen. Je had niet veel speelgoed, maar een knikker en een springtouw was er altijd wel natuurlijk. Ik kom ook nog vrij regelmatig in Grijpskerke. En als je dan zo door de dorpskring fietst, dan herinner je je dat toch allemaal weer. Als je dat zo ziet. En ook dat de eerste V1 overkwam. Je hoorde vele waai. Je denkt, wat is dat? En op een gegeven moment, dan zag je die langwerpige bom. Met vele waai kwam die over vanaf Siruskerke. Dus dat zijn toch herinneringen. Niet echt angstig, maar het was ook niet zorgeloos. Mijn vader en vele andere mannen die gingen met een boot naar Westkapelle, gingen voor de dijk werken dat die weer gesloten kon worden. En de weekenden kwam hij thuis. En dan bracht hij, dat kan ik me nog goed herinneren, een groot blik met knakworsten mee. En van wie of ze die kreeg, of dat van de Engelse soldaten was, waren die daar nog. Maar in ieder geval, ik kan me herinneren dat ze heel lekker waren.